De faunabescherming doet aangifte tegen Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het park zou niet goed zorgen voor de wolf en het dier te tam maken. Een grote brand vannacht in Culemborg, een tiny house, brandde volledig af. We hebben nu hier anderhalf jaar aan gewerkt en ik zou over 2 weken erin trekken. En ondanks de herfstvakantie gaan er toch nog leerlingen naar school. Ik wil graag leren goede grammatica en goede uitspreken en ook klankjes. Daarom ben ik hier. Goedenavond. De faunabescherming doet aangifte tegen de parkdirectie van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ze zouden de wolf tam maken. Beelden van een wolf heel dicht bij publiek en natuurfotografen die een wolf omsingelen zijn voor de organisatie redenen genoeg om de directie te beschuldigen van het verzaken van de zorgplicht. Parkbeheerder Jacob Leidekker laat in een reactie weten dat de faunabescherming dat moet bewijzen en ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ja, dan ook een heftige brand vannacht in Culemborg. Een tiny house brandde daar tot de grond toe af. En een bijzonder huis dat daar vlak naast stond, heeft ook grote schade opgelopen. En dat leidt tot veel emoties. We werden ervan wakker. Van het brandgeweld, zeg maar, en de rode vuurzee. Naar buiten gelopen en toen zagen we dit huis heel erg in de fik staan. En we zagen het vuur overspringen op mijn huis. De brand woedde vannacht op Pioniersveld Parijs, een plek waar mensen hun eigen, vaak bijzondere woning aan het bouwen zijn. Paul ziet dan ook zijn harde werk verloren gaan. We hebben nu hier anderhalf jaar gewerkt en ik zou over 2 weken erin trekken. En ik denk dat we moeten kijken of het helemaal uit elkaar gehaald moet worden, wat we dan doen. Of dat we misschien zo staand kunnen repareren, maar het ziet er niet goed uit. En juist omdat iedereen hier samen aan het bouwen was, zijn de emoties ook bij iedereen hoog. Paul krijgt dan ook veel steun van de mensen uit de buurt. Ik zou het eerste huis zijn wat dan echt af was. Ja, dat zou wel een mijlpaal geweest zijn. Dat is nu is het in plaats van dat is het natuurlijk heel heftig voor wat wij aan het doen waren. Ook voor de mensen die hier aan deze kant aan het bouwen zijn. Wat hij nu gaat doen, weet hij nog niet. Eerst moet hij de emoties van vandaag een plek geven. Het is niet te beschrijven. Ik heb hier ongelooflijk veel energie gestoken in deze woning. En dan is het in een 20 minuten is het weg. Het is in vrijwel heel Gelderland herfstvakantie, maar toch zijn er kinderen die deze week naar school gaan. In Harderwijk is er een speciale vakantieklas voor buitenlandse kinderen die hun Nederlands willen bijspijkeren. Het is bijzonder rustig op deze school, maar er wordt toch lesgegeven. De leerlingen willen of durven niet in beeld op Yusuf na. Hij komt uit Somalië en is al bijna een jaar in Nederland. Ik wil graag leren goede grammatica en goede uitspreken en ook klankjes. Daarom ben ik hier vandaag. Hij zit in de klas bij juf Joanne en heeft al veel geleerd. Ik heb deze school geleerd de verleden tijd en voltooide tijd. En juf Joanne heeft mij geleerd en moet ik tegen haar zeggen dank u wel. De pas 19-jarige Megan geeft ook les op de vakantieschool. Ze geniet van de motivatie van de leerlingen. Ze wilde vooral heel veel Nederlands, schrijven, lezen, dat eigenlijk heel veel. Ze wilde leren rekenen, een beetje klok kijken, een beetje sommen maken. Dus ze willen echt van alles leren. Ze zijn heel nieuwsgierig. Ja? Lettergrepen op. Ja, heel goed. Lettergrepen. Lettergrepen. Yusuf wil graag in Nederland blijven en heeft ook al toekomstplannen. Ik wil graag sociaal werk. Ik ga het zeker nog vaker doen, ja. Ja, ik vind het leuk, dus ik ben er de volgende vakantie denk ik weer. Ik wil graag hier blijven wonen, de hele mijn life. En ik wil graag rustig blijven hier en een goede leven. De stijgende kosten voor onder andere gas en elektra vormen, met name voor ouderen, een groot probleem. Stichting Welzijn Ouderen Arnhem probeert te helpen door besparingstips te geven. 1 op de 3 mensen die bellen naar het klantencontactcentrum van de gemeente Arnhem geeft aan zich zorgen te maken over de hoge energierekening. Toch klopt lang niet iedereen aan voor hulp. Het is een best lastig onderwerp, maar ik vind het wel belangrijk om te laten zien dat het juist krachtig is en moedig is om vroegtijdig je hand op te steken en te zeggen, joh, kijk met mij mee. Want er zijn regelingen om ouderen te helpen, maar het is best ingewikkeld om dat allemaal uit te zoeken. Alles is digitaal, dus in dat opzicht is het heel fijn dat wij juist met die ouderen kunnen meekijken als ze niet zo digitaal vaardig zijn. En de ouderen krijgen hier ook tips over hoe ze kunnen besparen op hun energierekening.
koken. Hoe kun je toch een goede maaltijd bereiden zonder heel veel geld kwijt te zijn. Dus er zijn meerdere kanten die hier op... Wij kunnen de omstandigheden niet veranderen, maar wel misschien hoe je ermee om kan gaan. En mensen kunnen natuurlijk veel vaker ook hier gewoon lekker kunnen... Als ze hier komen om een kopje koffie te drinken en in contact te zijn met anderen... En even op te warmen. Hoeven ze thuis de verwarming niet aan te doen? Nou, inderdaad. Straks lichtvervuiling is een groot probleem in Nederland. Het is nu zo donker als we zouden willen. Ik zie sterren. Maar in feite hebben we in heel Nederland te maken met menselijke verlichting. Een explosie gisteravond bij de voordeur van een woning aan de Valettastraat in Apeldoorn. De bewoners van het pand waren niet aanwezig en raakte niemand gewond. Wel is de deur aan de voorkant van het huis beschadigd geraakt. De ontploffing trok veel bekijks, maar nieuwsgierige buurtbewoners werden op afstand gehouden. Een bestuurder is afgelopen nacht met zijn auto in de fontein beland op het Takelhofplein in Nijmegen. De man verklaarde de rotonde en de vijver niet gezien te hebben. Een getuige belde de politie en schoot te hulp. Een berger heeft de auto uit het water gehaald. Ja, het is een gesprek. En Grand Café Metropool in de Arnhemse Steenstraat sluit haar deuren. Het café zou volgend jaar 100 jaar bestaan. Vaste gasten stonden gisteren al met tranen in hun ogen voor een gesloten deur. Ik ben verdrietig van. Ik kan daar niet tegen. Dat is vooral zulke zaken. Ze zat er als klein meisje in de kerkbanken. Ze trouwde er en haar kinderen zijn er gedoopt. De Sint-Galluskerk in Anglo zit voor Elvira vol herinneringen. De kerk heeft ze nu samen met haar man laten ombouwen tot hun woonhuis. Telkens wanneer je door de voordeur komt, voelt het echt alsof je de kerk ingaat. Ik moet ook heel erg wennen. Ik zeg nog steeds, ga naar de kerk in plaats van ik ga naar huis. Hier zie je de kerk nog zoals die was. Dit was op onze trouwdag met de kokosmatten in de kerk. De schrootjes en de lampen. Hoe is dat dan als je zo naar die foto's kijkt en dat je nu hier dan staat? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ook bijzonder is dat de opa van Elvira de kerk samen met de opa van hun aannemer in 1948 heeft gebouwd. Toen de kerk in 2012 dichtging en te koop kwam, twijfelden Elvira en Guido geen moment. We hebben toen snel gehandeld. Een heel raar gevoel is dat hij op een maandagmiddag rond 1:30 zegt van... Goh, we hebben een kerk gekocht. Ja, vroeger als kleine jongen mocht ik hier ook naar de kerk. Dus ja, ik ken het gebouw behoorlijk goed. Ja, als je dan hier aan het werk bent en je denkt eens even terug van... Hey, waar zat ik nou eigenlijk op die kerkbank? En ik kijk naar voren, naar het altaar, wat er dan stond. Inmiddels is dat een kookeiland geworden. Ja, dat maakt het wel erg bijzonder. Kop laten zitten? Ja, die moet laten zitten, ja. Gewoon alles om authentiek mogelijk laten. Ja. De weinige kerkelijke elementen die er nog zijn, zoals het wijwaterbakje en het tabernakel, blijven behouden. Al gaat het kruis buiten wel weg. Het is nu echt een huis, het is geen kerk meer. Maar we zijn op zoek naar een klein Sint-Gallesbeeld, zodat dat altijd de verwijzing is naar de kerk. Lichtvervuiling is een groot probleem in Nederland. Nachtfotograaf Johan legt het fenomeen vast met zijn camera. Op zijn foto's is goed te zien hoeveel licht er afstraalt bij bebouwing. Waardoor het in de natuur op veel plekken niet meer helemaal donker wordt. En dat is dan weer niet goed voor mens en dier. Het is op dit moment helder. Het is kraakhelder. Ik zie sterren, ik zie zelfs sterrenbeelden. Dus eigenlijk voor nachtfotografie is het de beste nacht. Ja, het beste moment wat je kunt krijgen. Ja, absoluut. Daar ben ik heel blij van. Ik fotografeer heel veel in de nacht. Ik ben onder andere nachtfotograaf. Ja, waar ik mee te maken krijg is het feit dat het eigenlijk nooit donker is in Nederland. Het is nu zo donker als we zouden willen. Ik zie sterren. Maar in feite hebben we in heel Nederland te maken met menselijke verlichting. We gaan gewoon eens een probeershot maken. Iets langer belichten. Nou zou die ongeveer wel... Maar wat meteen opvalt is dat een ding natuurlijk knalgeel is. En dat is niet iets wat ik hier met mijn ogen zie. Met mijn ogen zie ik hier gewoon donker en ik zie zelfs sterren. Maar ik zie gewoon knalgeel eigenlijk... Zelfs de Rijn ligt gewoon geel op. Lichtvervuiling wordt dat genoemd. Ja, dat is eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje, lichtvervuiling. Maar het is een enorm probleem in Nederland. Op de fauna heeft het een enorme impact. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuproblematiek. En natuurlijk ook de problematiek bij ons mensen zelf. Want ook daar staan we eigenlijk nauwelijks bij stil. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Dus dat betekent in het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of in het noorden van het land. Waar het wel veel donkerder is.
Bijna 10 jaar geleden werd weerman en boer Gerrit Vossers uit de Achterhoek landelijk bekend door deze uitspraak. Dan mag ik opklaren. Hé, hey, daar een chandeer trekken. Dat is een mooi ding. Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320. Helemaal goed. Ja, op de rotonde waar het ooit gebeurde ging de droom van Vossers in vervulling. Hij is namelijk sinds gisteren de trotse eigenaar van een 6320. Een echte 6320. Nou, dat heb ik... Ik wil het niet helemaal zeggen, maar ik ben al wat ouder, maar daar heb ik wel van gedroomd. Ja, dat voelt machtig mooi, hè. En ja, die glimt van alle kanten. Ik natuurlijk zelf ook. Maar nee, het is een super trekker, want als je zo'n mooie nog op de kop kunt tikken, ja, dat is elk uniek. En daar ging die. Krijgt u ook nog het weerbericht. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog en trekken er wolkenvelden over. Koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er later op de dag kans op een bui. Het wordt dan niet warmer dan 21 graden. Kijken we nog even vooruit. De aankomende dagen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt maximaal 23 graden. Na het weekend is het weer wat kouder en is er kans op een bui. En tot zover het Gelders nieuws van woensdag 26 oktober. Meer nieuws vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een mooie avond.